Lekker twee kekertjes.
gaat echt tyfus hard. Op een of andere manier is mijn mic stuk. Als het wel van aan. Wat? Wat heb ik doen nu weer even in mijn koptelefoon? Yo. Waarvoor? Praat eens. Oké, ik kan nu eens het goed weer praten. Maar ik hoor jou niet. Oh jawel, ik hoor je wel. Ik zat gewoon extreem zacht. Geen idee waarom ze gek deed. Ik heb de Vega met de Bunker Bash, de Scarlet Strike en de Fabria. Als je hebt gewoon volledig. Er staat niks over de ding. Een Fortbite staat bij mij niks dat ik met zo'n Scarlet Strike door zo'n dingetje heb. Nee, dat is door die hoepels. Door die rings in de Easter Snobby. Het staat nergens. Ik weet niet wat dat is. Volgens mij is dat. Ik heb wel de rings above Lazy Lagoon with Vibrant Contrails. Oh, dat is 89 is dat voor Bart. Oh, toch wel. Ja. Even kijken. Gast, wacht, ik ga die app ook downloaden. Of is het een website? Nee, het is een app. Fuck, ga weg. Gaan we even kijken, want ik heb nu alles equipped als het goed is. Wat ik kan hebben. Even kijken waar we heen moeten. We moeten nog best wel een paar. Zit dan. Oh, dit is wel vet dan. Maar wie is die Sophia? Is dat gewoon van de nieuwste film? Dat is van de nieuwste John Wick. 2 en 3. Oké. 2 en 3 herken ik. Of 1 en 2 herken ik ook. Ik dacht, ja, John Wick, yes, hij is terug. 2004. Ik vind hem überhaupt niet zo cool. Waarschijnlijk komt die LTM dan vanmiddag ook. Oh, dat zou leuk zijn. Wat gaan we doen? Duo's? Wow, die pickaxe. Pas goed bij jouw set. Dan krijg je die niet erbij. Die Star Splitter. Nou, die krijg je niet bij. Maar ik heb al een andere wrap erbij gekregen. Ik vind het ook wel jammer dat ik er geen pickaxe bij krijg, maar hey. Aan de andere kant zit ik ook weer van. De Shadow, dus die. Even kijken hoor. Deze, die heeft geen pickaxe. Als je even kijkt. En deze. Hier kun je geen pickaxe van maken. Dat is zeg maar een steken set. Sportse. Dus. Ja. En dan hadden ze wel die Stark Splitter erbij kunnen geven, maar. Ik vind hem wel vet. Ja. Maar. Ga even kijken met die voor. Dan kan ik net zo goed. Hoe heet het gebruiken? De. Kijken, de. Guiding Glow. Deze. Van de hakbijl van Seizoen 6. Ik vind het alleen jammer dat het lampje erop zit. Ik moet er even af. Hier, deze is vet. 19 moet ik nog, daarna tot en met 46. Die kerstmuziek. Ik vind het echt jammer dat ze die muziek die van de muziek van 14 Days of Summer, dat je die niet krijgt.
is het nou weer kut met mijn dekbed? Ik had die vannacht al last. Tief nou. Anders op. Normaal doen. Waarom kan mijn... Zo, nu? Godverdomme, dief dat pleuris ding weer. Hello. Wil je bij Snobby en dan door die ring vliegen en dan naar die berg, Vikingberg, of wil je helemaal rechtsboven bij Sunny Steps landen, dan naar die vulkaan en dan naar Solar Panel? Dat is nu het anders, een van die twee. Nou, dat maakt me echt helemaal niks uit. Verkoekeloer hoe de battlebus gaat. Oké, we doen Snobby. Dus ding teert de hele tijd op de grond, jongen. Is er? Dat mijn controller in één keer uit het niks van mijn fucking bed afglijdt. Zo, kussentje, kussentje, kussentjes. Zo, dat als je nu dieft, die vlek op. Hoor je die triggervinger? Ik hoor de triggervinger. Weet je wie een triggervinger heeft? Mirko is een triggervinger. De Minecraft. Maar als ik met die bumper speel, dus... deze in plaats van die, dan heb ik ook best een triggervinger. En dat gebruik ik Call of Duty. Gebruik zo, hey, hier zie ik. Ja, je weet wel, die boven zit bij jou volgens mij R3 of zo. R3, dat is mijn thumb button. Oh, ik ga naar Viking. Wat is je schietknop? Mijn schietknop is R2. Wat zijn die harde dingen dan, deze? Die hoor je niet aan de wijze. Nou, mijn controle is niet zo groot als die van jou is, hè? Dat weet ik ook. Maar je hebt toch ook nog zo'n ding boven, die dingen die je in kan drukken? Ja, weet dat is L1 en R1. Dat is voor mij wapenswitch. Wapenswitch? Mij is dat schieten. En wat heb je dan voor die onderste buttons? Hoe switch je dan van wapens? Dus die erboven. Desnemen hebben we wel gewoon zelfs. Waarom moet jij naast mij landen? Oh, stop. Ja, tief op. Hij is 3 AP! Ik heb een fiets nodig. Waarom is die fucking AR zo inaccuraat als tyfus? Tyfus was best accuraat. Er gingen heel veel mensen in één keer aan. Die Digo Leroy. Fucking teringleier dat je bent. Zo. Ben je aan het streamen? Ja. Oh. Mijn mooie ochtend crackstem. Om te gaan op YouTube te staan. Ik zat gisteren, lag ik zo in bed. Toen dacht ik echt zo, hé, ik ga die streamers terugkijken. En ik kan het gewoon niet meer. Ik dacht echt, na 2 minuten dacht ik weg hier mijn stem. Mij klinkt het best wel zwaar. Veer, ja. Mijn stem klinkt kut op stream. Nee, het is gewoon... beter. Maar ook gewoon... Leonne vroeg vanochtend in de groep van ja, wel, waar moeten we zijn? Nora stuurt 4 lokalen. Ja, ja, klopt, dat staat op scherm. Ja, maar welke van de 4? Dat weet ik. Nou, je hebt nog 30 seconden en anders ga we aan die berg springen. Ja. Spring moet wel even kijken. Waar die zit. Hij zit in dat lange gebouwtje. Mm-hmm. Hij zit in het hij zit zeg maar hierin. Hier zo zit hij ergens. Echt een mooi outfit.
Vega is echt kut. Deze backbling ook. Maar die was die eerst chill. Ja, die backbling. Maar dat was toch eerst geen backbling? Toen gebruikte ik hem met zo die Raven dingen, die battle had. Dan had je een cape en een Raven backbling. En toen hadden ze een backbling van gemaakt. En daarna heb ik hem nooit gebruikt. Maar heb je de Raven nog steeds? Ja, en de Battlehound ook nog steeds. En de Red Knight nog steeds. Dat zijn de enige drie. Gewoon die je gekocht hebt. 200 skills. De rest heb ik 800 en 12. Ja, je hebt wel de leukste gekozen. Echt? Ja, zeker. Maar dat zijn ook drie van de meest iconische skins. Ik bedoel, ze zijn alle drie teruggekomen in packs. Wat betekent dat het best wel... het zijn legend skins. Ik vind er twee ervan nu echt lelijk. En eentje ervan gebruik ik gewoon niet echt meer. Dat ik hem heel veel heb gebruikt. Dat ik hem echt gewoon, toen ik nu speelde, heb ik hem gewoon 3 maanden achter elkaar gewoon alleen maar gemaakt. Oh. Dat heb je volger, hè? Die is echt tering goed geworden. Clap, niet als je misschiet. Nee, maar je moet even. Ja, hij zit echt. Hij vuurt super snel nu. Hij met je dikke hoofd. Hij zit volgens mij van die Oh ja, wat fijn dat je gewoon dat hebt. Ja. Altijd leuk als ik ga. Volgens mij zijn ze net zo buiten zien. Maar alleen zij spelen waarschijnlijk langer dan dat jij speelt. Dit is je eerste potje. En ze hebben shotguns, dat helpt ook heel erg. Doe je? Ik wil gewoon niet forward bite. Zitten en hopen dat ze weggaan voor de cirkel. Je hebt het hier toch op een suicidale missie, dus. Ja, toch dood. Ook al win ik deze fight, pak die fort bite, spring van hem af. Ja. Dus maakt niet uit. Als ik ze heb, ben ik al blij. Je schaduwbomt. Heetjes een berg of diefst of zo. Ga rennen, kut kinderen. Donnie van de Beek gaat naar Real Madrid. Oh, cool man. Ze zijn waarschijnlijk nu weg. Zijn ze niet? Ze zijn nog steeds op zoek naar je. Did you? Oh ja. Oh, dan begin met Aerials. Kom je hier binnen? Niet via hier weer. Gaan we zijn dood voordat ik überhaupt lief. Waar ligt hij? Rechts, links. Ja, daar. Ergens. En dan die andere. Ik weet niet wat ik daar moet doen. Die andere, er is hier maar eentje. Bij een waterval. Zeg. Oh ja, dat is hier beneden. Ik heb geen materials. Ik zie hem liggen. Dan moet je even pokkelokken naar beneden. Ik ben nu pokkelokken. We gaan even 3 fort bites nemen. Wat moet ik doen? De Stunberg. Gaan we. Ah, kut. Anticlima. Welke heb ik gehaald? 98, 89 en 61. Kut. Ik moet alleen nog 400 worden en die kut puzzel oplossen. Dat heb ik ze allemaal. 89. Wat nog meer zei ik?
Dan kunnen we nu een mooie glider. Ah nee, toch niet zo mooi. Ik heb nog niks gebruikt. Oh ja, de Scarlet. Die kan nu weg, toch? De Scarlet. Jij loopt ook gewoon echt voor maar 1, 2, 3, 4, oh, foutje, 6, 7, zie je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiers achter het maar. Dus het kan ook gewoon, je kan 67 min 83, of 83 min 67. Ja, maar ik, het is vroeg. Waarom zeg ik ook 67 als er 76 staat? Het is vroeg. Oh, deze heb ik nu. Maak wel heel veel geluid. Nu kan ik zo hard schreeuwen als ik wil. Maak wel echt diep. Mooi geluid zet. Oh, het klaart heel veel. Geluid zet heel hard. Ik moet er ook nog 2 in Megamall. Ik heb nu links bijna niks meer. Alles zit rechts. Dus ik ga nu... helemaal rechtsboven. Ik zit daar. Hè? 88. 80 en 95. Wacht, ik zag ook van die hoops of zo. Die doorheen moest vliegen. Dat is een Lazy, toch? Wacht. Ja, die moet ik doen. Skydiving the ring. Ja, gaan we daarin. Hier ergens. Kijk, mooi boven het schip van Lazy Lagoon, maar dan moet je echt al best hoog beginnen. Die markers weg. Kijk eens, hè. Meteen spring daar opeens doorheen. Gezondheid. Dankjewel. Ik neem alleen mijn pen mee naar school, hoor. Ik neem gewoon mee twee. Deze. Ja. Waar zit hij? Waarschijnlijk hoeven we alleen maar te zitten. Ergens hier. Maar je moet even. Je moet eens recht boven het schip. Ik weet niet precies waar, want ik kan dat niet meer zien. Zou je zien dat hij boven is? Als hij boven zit, moet je het nog een keer doen. Ik denk niet dat hij boven zit. Ik zie wel dat ik hier met een fucking tryhard skin zit. Een kutboel zijn. Nou. Ik zie niks voor je. Alsjeblieft, wat een ongelofelijke daap. Hij zit hier vast hierboven. Heel succes, vriend. Joep, er is niks. Ik zie de hele ring niet. Wat? Wat? Iemand valt fucking 40 meter naar beneden en hij heeft niks. Helemaal niks! Hier was er ook in. Zag ik al een kaart. Kutspel, jongen. Maar ik kon ik krijg gewoon tijd voor een pauze op mijn eigen livestream. Ja, man. Wil je dat aanstaan? Ja. Zeg. Maar als ik s'avonds in slaap val, terwijl ik YouTube kijk. Dat hij er niet de hele nacht door blijft. Hey, die heb ik. Moet ik even naar boven. Je hebt er ook nog eentje hier met een vis, hè? Of heb je die al? Daar. Die heb ik denk ik al, want ik heb alles gewoon aange. Is dat wel heel erg. Überhaupt nog challenges. Een Fortbyte, niks. Utopia. Collect 90 Fortbytes. Fortnite Summer Nix, Daily moet nog één keer solo. Sentinel. Met AR kills. Sentinel, ja, Riesje Battle Park pas tier 99. Ja! Gaat goed. Hé, hey, er zit iemand in deze bush. Voel ik. Ik vind het ook echt gewoon extreem zielig dat hij. Ik land en ik ben dood. Waarom ging ik niet gewoon voor een wapen zoeken? Land. Nee, ik was niet geland. Ten eerste.
Nee, zeg maar, ik was al dood voordat jij überhaupt landde. Klopt. Ik ging voor die ringen zoeken en dan zie ik ze niet. Heerlijk.